Goedemiddag, bon après-midi à tout le monde. Welkom op dit seminarie dat als thema draagt Artificial Intelligence in the Workplace. Dat is het achtste seminarie in een serie die we hier bij Altius hebben uitgerold het afgelopen jaar met als titel Digital Law Series. Het is blijkbaar een thema dat heel veel mensen interesseert, want ik heb gezien dat we niet minder dan 90 participanten hebben. In plaats van nu een heel lange intro te doen, stel ik voor dat we u eerst eens naar een filmpje laten kijken. En met dat filmpje introduceer ik jullie nieuwe baas bij jullie. En ik zou zeggen, meet your new boss, the mental boss. Mental boss. Technology could do a lot for everyone, but who would have thought it could be a boss? Mental Boss, the artificial intelligence employee control software that makes a difference, demonstrates an extraordinary success story. Mental Boss, believing that it will give a new direction to the future of business world. It's estimated to contribute billions of dollars to the economy all over the world, along with its widespread adoption. Mental Boss is the preferred artificial intelligence worker analysis and auto control software for many corporate brands. I'm here to talk to you, esteemed company executives, about a great software that breaks ground in business efficiency and company management, which will dramatically increase your profit and efficiency. Whether for your office employee with computers or for your factory site workers, Mental Boss offers easy-to-use and creative solutions for every kind of working environment. How can you use Mental Boss in offices? With the optional face recognition system, you can see when each computer is turned on and off, and by whom. The active and passive times of the keyboard mouse moves. The time-lapse screenshot stream is recorded. Additionally, it is motivating with notification boxes at well-worked hours. By optionally requesting face verification at random times, it prevents the employee from moving away from the work area without permission. You, the company manager, all you need is just to open your mail in the evening and take a look who's done what. Employees working in self-discipline with Mental Boss, it is up to you to increase your performance by at least 30% with a cost of only 1% of your employee expenses. All you need to do is set up the program in 10 seconds and test it for 7 days free of charge and monitor the performance increase personally. Well, how can you use Mental Boss for field staff audits? Even if you have a lot of employees without a computer, such as a factory or a sales store, you can still use Mental Boss effectively. With the camera screen that recording work area on the desktop, it will record the video at intervals that you specify. It will be able to show you several times accelerated videos within minutes. Otherwise, it is not possible to monitor the 8-hour security record you already have. With the face validation system that shows up at random times, you can prevent the employee from leaving your work secretly. The hourly indicators that show their performance, the control of the artificial intelligence, and the business report module that can reach the evening boss will motivate employees. Feeling that the employees know clearly what the employers know will increase their commitment to work and their love. Come on. Take advantage of the short 50% discount and bring your business with innovative technology. Voilà, scary future zou ik zeggen. Dit is geen science fiction. In sommige delen van de wereld bestaat dit al echt. En sommige ondernemingen implementeren al een stukje van wat u juist heeft gezien. De nieuwe boss, Mental Boss. En daarover gaat het komende uur, ja, over artificiële intelligentie.
Wat is artificiële intelligentie? Er zijn heel veel definities. Sommige verwijzingen naar de Turing-test, naar Alan Turing, de bekende wiskundige, die zei van als een machine erin slaagt om een mens voor de gek te houden en die mens te doen geloven dat hij met een andere mens aan het interageren is, dan is die machine intelligent. Maar meer algemeen gesproken kunnen we artificiële intelligentie definiëren als eigenlijk een verzamelnaam voor een hele reeks technologieën die software, machines, apparaten toelaten om met hun omgeving te interageren en die omgeving te analyseren en vervolgens zelfstandig problemen op te lossen of acties te ondernemen. Dus met andere woorden, zelfstandig beslissingen te nemen. En we kennen artificiële intelligentie in het dagelijks leven al heel, heel goed. Wij allemaal gebruiken op dagelijkse basis al artificiële intelligentie. Bijvoorbeeld wanneer we virtuele assistenten zoals Siri van Apple of Alexa van Google gaan gebruiken. Wanneer we in gesprek gaan met de chatbots op allerhande sites, bijvoorbeeld bol.com, Billy, heel gekende chatbot. Wanneer dat we Spotify muzieklijstjes afspelen of wanneer dat we gamen, Call of Duty, een heel gekend game, zit boordevol artificiële intelligentie. En ook wanneer dat er recruteringsrobots worden gebruikt. En dan gaan we naar het domein van de HR en artificiële intelligentie in HR, waar we het vandaag met jullie over willen hebben. En in HR wordt dat eigenlijk al toegepast in wat heet HR Analytics of HR Analytics at the Workplace, of People Analytics, allemaal synoniemen voor hetzelfde. Artificiële intelligentiesystemen die worden gebruikt bij het recruteren, maar ook bij het meten en evalueren van medewerkers, bij het voorspellen wanneer iemand de onderneming zou verlaten, dus het verloop gaan voorspellen, bij het voorspellen wanneer iemand ziek zou kunnen uitvallen, met andere woorden, wanneer men eigenlijk efficiëntie wilt proberen te verbeteren. En waar gaan we het komende uur met u over hebben? We hebben een leur qui suit en fait, on va vous montrer un nom de clip, qui vont chaque fois illustrer nos propos, et en fait, on aimerait discuter de toutes les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle, mais également des problèmes, notamment les problèmes juridiques, que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut poser au sein de l'entreprise. Et on va discuter notamment de tout ce qui est profilage et la prise de décision automatique, et ça, le thème sera traité par Louis Dorsan. On parlera ensuite des discriminations, des problèmes de discrimination lorsqu'on va utiliser ces systèmes d'intelligence artificielle. On parlera également des obligations d'information, de consultation avec vos organes représentatifs ou vos travailleurs lorsque vous allez introduire ce genre de technologie au sein de votre entreprise. On parlera des problèmes de responsabilité qui sont posés effectivement et puis on finira par un point sur l'intelligence artificielle éthique, un point très important au sein de l'Union européenne. Et je cède tout de suite la parole à Louis, mais avant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par le chat et on y répondra à la fin de la présentation. Dus indien u vragen zou hebben, kan u die vragen stellen via de chat. En op het einde van onze presentatie zullen we die vragen proberen te beantwoorden. Alleszins, de slides krijgt u op het einde van de presentatie toegezonden. Les slides vous seront envoyés à la fin de la présentation. Voilà. Bonjour à tous, je vais à présent vous parler d'un aspect de protection des données et notamment la prise de décision individuelle automatisée. Avant d'entrer dans ce sujet très précis, j'aimerais rappeler que le règlement général de la protection des données que vous connaissez tous est technologiquement neutre. Donc il s'applique notamment à des situations où on fait usage d'intelligence artificielle. Et donc tous les principes généraux du RGPD, il va falloir les appliquer lorsqu'on a recours à l'intelligence artificielle. Vous connaissez notamment le principe de licéité et de transparence. Il faut un fondement pour traiter des données, il faut en informer les personnes concernées. Il faut limiter le traitement à des finalités déterminées. Il faut utiliser le minimum de données qui est nécessaire pour atteindre le but visé. Il faut s'organiser pour que les données qu'on traite soit exacte et mettre des mesures en place pour permettre de les rectifier si ce n'est pas le cas. Il faut limiter la conservation des données et mettre des mesures techniques et organisationnelles en œuvre pour assurer la sécurité et la confidentialité. Et puis alors, vous avez des obligations plus spécifiques dites de data protection by design ou by default, c'est-à-dire mettre en œuvre la protection des données dès la conception
des solutions d'intelligence artificielle ou autres que vous allez utiliser, et par défaut, faire en sorte que les solutions d'intelligence artificielle que vous proposez soient paramétrées de la façon la plus protectrice des personnes concernées. Et puis alors, il y a deux types d'obligations, notamment la tenue d'un registre des activités de traitement, cela vaut aussi dans ce genre de situation. L'obligation de faire une analyse d'impact, ça va certainement s'appliquer lors d'un recours à l'intelligence artificielle, puisque ça crée un risque important pour les personnes concernées. Donc toutes ces obligations générales prévues par le RGPD vont s'appliquer, et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a certains points de tension entre l'intelligence artificielle et le RGPD, notamment au niveau de la transparence, parce que par définition, l'intelligence artificielle va souvent avoir un fonctionnement opaque, techniquement difficile, et donc qu'il est compliqué de communiquer de façon simple aux personnes concernées. Aussi une difficulté en matière de limitation des finalités, parce que l'intelligence artificielle et surtout le machine learning consiste précisément en des algorithmes qui vont apprendre d'eux-mêmes, et donc sur la base du volume de données qu'ils traitent, spontanément traiter ces informations pour des finalités nouvelles qui n'étaient pas connues à la base. Donc ça pose un gros problème par rapport à ce principe de limitation des finalités. Et souvent, ces solutions d'intelligence artificielle reposent sur des volumes très importants de données, ce qui entre en contradiction avec le principe de minimisation. Et maintenant, je vais rentrer plus précisément dans l'aspect décision individuelle automatisée, qui est réglementé par le RGPD. Et pour illustrer cela, d'abord une petite vidéo. I'm Rich Filoni, senior strategy reporter at Business Insider. I first heard about HireVue when I wrote about Unilever's experiment in hiring. Unilever is one of many large companies that is incorporating artificial intelligence into their recruitment efforts. HireVue uses video analysis to screen employees and rate them before a recruiter even gets to look at their interviews. I'm Laura Larson. I'm the Chief Technology Officer at HireVue. HireVue has a platform that simplifies the job interviewing process. The most common use of that is what we call an on-demand interview, where you create a set of questions, they respond on video, and then we use artificial intelligence algorithms to evaluate their performance. And then we analyze the interview and predict their performance based on the interview. So HireVue set up an application for me where it was 11 interview questions. I used my iPhone. The entire time I felt very awkward and very self-conscious because I was looking at a video of myself. And then we made an analysis of the features that are important for that job and produced what we call an insight score, which is essentially his ranking compared to all of the other candidates that we've seen. Well, fortunately, Rich did really well on this interview. Basically, what this is just doing is looking for things like eye contact, enthusiasm. If this is someone who's going to be working with clients face-to-face, do they smile or are they downcast? Are they looking away from the camera? So some of my skepticism was averted when I actually saw how the product worked. The machine is going to look at 25,000 different features and complex relationships between those that might see things that I'm not able to see as a human. AI in recruiting at this point is still basically in its infancy. I think what HireVue is doing is interesting. They're going into uncharted territory. It seems that a lot of large companies are happy with the results. Of the candidates that we screened for this, he was second. He had a 65% insight score. So we actually want to make him an offer. Voilà pour une première introduction. Et j'aimerais vous montrer également une vidéo qui explique comment fonctionne le profilage, qui est une sorte de traitement automatisé de données qui vise à évaluer des aspects personnels de la personne concernée.
Les situations que vous avez pu voir présentées dans ces vidéos doivent déclencher un réflexe juridique chez vous, à savoir celui de la décision individuelle automatisée. Donc c'est l'article 22 du RGPD qui consacre cette notion. Et qu'est-ce que c'est en fait cette décision individuelle automatisée? C'est une décision qui est fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage. Donc il y a trois éléments dans la définition. Tout d'abord, il faut une décision, et il faut que ce soit une décision qui produise des effets juridiques ou qui vont affecter de manière significative la personne concernée. Alors, c'est pas évident de toujours déterminer à partir de quel seuil on se trouve devant une décision qui produit de tels effets juridiques ou de tels effets significatifs similaires. Et c'est une analyse qu'il va falloir faire au cas par cas. Mais je pense que vous pouvez retenir que toute décision qui aura un impact sur le recrutement, sur les conditions financières du travail, donc sur le salaire et les autres avantages, ou sur les conditions du travail, ou par exemple sur les perspectives de carrière, sur l'accès ou non à certaines formations, tout ce type de décision-là sera probablement reconnu comme ayant un effet juridique ou à tout le moins comme affectant significativement de façon similaire la personne concernée. Et pour prendre un contre-exemple de ce qui ne serait pas une telle décision, ce serait par exemple simplement la décision de montrer une communication ciblée à une personne concernée. Prenons par exemple une employée, vous savez qu'il s'agit d'une femme spécialisée dans la protection des données. Le fait de lui montrer une communication ciblée concernant un groupe Women in Privacy qui aurait été créé au sein de votre organisation, ça, ce ne serait pas une décision qui produit un effet juridique qui affecte de façon significative l'employé. Mais par contre, dès qu'on va toucher aux conditions financières, à la décision de recrutement, etc., là, on tombera dans cette définition. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, il faut que cette décision soit fondée sur un traitement automatisé. Alors, le premier exemple d'un traitement automatisé, c'est le profilage. Donc, c'est l'exemple qu'on a vu dans la deuxième vidéo, qui recoupe des tas d'informations pour évaluer des aspects personnels dans le but de pouvoir analyser la performance d'une personne ou d'évaluer son aptitude à une certaine fonction. Donc le profilage est certainement un traitement automatisé, mais il existe des exemples plus simples comme un traitement moyennant des vidéos, un traitement dans le cadre d'un système de contrôle d'accès, un traitement dans le cadre d'un chatbot, un traitement dans le cadre d'un questionnaire en ligne, un traitement de données de géolocalisation, tous ces exemples sont des exemples de traitement automatisé. Et alors le troisième élément de la définition, c'est que la décision doit être exclusivement fondée sur un traitement automatisé pour être soumise aux règles de l'article 22 RGPD, ce qui veut dire que ces règles ne s'appliqueront pas lorsqu'il y a une intervention humaine. Cependant, si l'intervention humaine est purement symbolique ou si elle est simplement routinière et que la personne qui intervient n'a pas réellement l'influence de changer la décision ou de l'adapter, s'il n'a pas d'influence sur cette décision,
alors on peut considérer que la décision est fondée exclusivement sur un traitement automatisé. Lorsque on a affaire à une telle décision individuelle automatisée, l'article 22 du RGPD nous dit que la personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une telle décision. Alors c'est un langage qui est un peu ambigu, mais la réalité c'est que le Comité européen de protection des données nous dit, c'est très simple, en fait c'est une interdiction. C'est comme ça qu'il faut lire cet article. Il est interdit d'utiliser de telles décisions individuelles automatisées, sauf trois exceptions que je vous cite ici. La première, c'est que c'est lorsque la décision est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat. Et selon le Comité européen de protection des données, il y a un exemple qui est la situation où des milliers de personnes se portent candidats pour une fonction précise. Et bien, dans ce cas, nous dit le Comité européen de protection des données, il est acceptable qu'une entreprise estime qu'il est nécessaire à la conclusion du contrat avec le candidat qui va être retenu, d'effectuer une présélection de ces milliers de personnes, parce que c'est quasiment impossible en pratique de traiter de façon manuelle et humaine l'ensemble des candidatures. Donc une présélection serait acceptable dans ce cas sur la base de la nécessité pour la conclusion du contrat. Une deuxième exception, c'est lorsque une disposition légale qui prévoit des mesures de protection appropriées autorise expressément une telle décision individuelle automatisée. Et une troisième exception, c'est lorsque cette décision est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée. Mais je dois tout de suite vous dire que cette exception vous sera peu utile dans le secteur des ressources humaines, parce que le Comité européen de protection des données estime qu'un consentement est en général problématique dans la relation entre un employeur et un employé, ou entre un employeur et un candidat, étant donné qu'il y a un rapport de force. Et alors, même dans les cas très exceptionnels où on pourrait éventuellement justifier le recours à un tel consentement, il faut savoir que c'est un consentement explicite qui est requis, ce qui signifie qu'on ne peut pas se contenter d'une simple action affirmative qui vaudrait le consentement de la personne concernée, mais il faut réellement une déclaration expresse de la personne. Si vous tombez dans l'une des exceptions pour mettre en œuvre une décision individuelle automatisée, il y a toute une série de conditions qui s'appliquent. Il faut mettre en œuvre des mesures appropriées pour protéger les droits et les intérêts des personnes concernées. Et tout d'abord, faciliter trois droits de la personne concernée. Tout d'abord, son droit d'obtenir une intervention humaine dans le cadre du processus de décision. Deuxièmement, lui donner le droit d'exprimer son point de vue et de se défendre, donc. Et troisièmement, lui permettre même de contester la décision. La transparence au sujet des modalités et des critères de la prise de décision va être essentiel pour permettre de faciliter ces droits de la personne concernée. Et une autre mesure appropriée, selon le Comité européen de protection des données, c'est de mettre en place des audits réguliers du processus de décision pour pouvoir identifier des éventuelles erreurs ou des biais, soit au stade de la collecte des données, soit au stade de leur traitement dans le cadre du processus de décision. Il faut noter également que vous ne pouvez pas, en principe, prendre de décisions individuelles automatisées sur la base de catégories particulières de données. Donc, ce sont par exemple les données qui concernent l'origine ethnique, l'opinion politique, l'appartenance syndicale ou la santé, sauf exception lorsqu'on a un consentement explicite, ou alors lorsque cela repose sur des motifs d'intérêt public importants qui sont consacrés par une loi. Donc, ce sont des exceptions assez limitées. Il existe d'autres obligations lorsque vous avez recours à une décision individuelle automatisée. D'abord, vous avez une obligation d'information étendue qui va au-delà de ce que requiert habituellement le RGPD. Vous devez informer de l'existence d'une telle prise de décision. Vous devez également informer la personne concernée de la logique sous-jacente à cette prise de décision. Et donc, c'est très important, il faut être capable de synthétiser
la raison et les critères de la prise de décision, sans entrer dans le détail technique, parce que le but n'est pas de noyer la personne concernée dans toute la complexité technique de l'algorithme, mais c'est de pouvoir lui restituer de façon très simple l'essentiel des critères de la prise de décision. Et enfin, vous devez pouvoir expliquer à la personne concernée quelles seront les conséquences auxquelles elle peut être exposée à la suite de cette décision. Et enfin, vous avez l'obligation, lors du recours à ce type de décision individuelle automatisée, de mener une analyse d'impact de protection des données, souvent connue sous l'acronyme DPIA, parce que c'est un traitement qui, selon le RGPD, constitue un risque important pour les droits et libertés des personnes concernées. Alors, pour synthétiser ce que je viens de vous expliquer, on peut distinguer deux scénarios. Si vous utilisez l'intelligence artificielle pour des décisions de recrutement ou des décisions d'évaluation des ressources humaines ou des décisions de promotion ou des décisions qui visent à donner accès à certaines formations ou à certains programmes, soit vous utilisez l'intelligence artificielle à titre complémentaire à côté de l'intervention d'une personne qui va être habilitée à réviser les décisions qui sont prises, et alors vous devez respecter les obligations normales figurant dans l'RGPD, soit vous allez fonder votre décision exclusivement sur l'intelligence artificielle, exclusivement donc sur des moyens automatisés, et là vous allez avoir une couche d'obligations qui s'applique en outre, à savoir que vous allez devoir justifier l'une des exceptions prévues à l'article 22 que je viens d'aborder, vous allez devoir justifier la mise en œuvre de mesures appropriées, telles que je viens de l'expliquer. Vous allez devoir mener une obligation d'analyse, une analyse d'impact, et vous allez avoir une obligation d'information plus étendue. Voilà pour ma partie de la présentation, et je laisse à présent la parole à Philippe pour vous parler de discrimination. Dus na dat eerste luik, tweede luikje, dat gaat over discriminatie. Bias in AI can get you into trouble. AI systems can also develop biases, and this could be problematic. A large company has solicited, interviewed, and selected candidates over the past 10 years. Some of these candidates joined the company. This data could be used to train a machine learning system to automatically select candidates for future postings. But if the original data has bias, such as hiring disproportionately more men than women, or paying men higher salaries for the same jobs, then this bias is carried on to the machine learning model. Future decisions made by the machine learning algorithm will also contain the bias, and if those candidates are hired, then the bias gets reinforced. This is a problem in AI and machine learning that companies need to take a serious look at to de-bias their data. This is not easy because a machine cannot tell the difference between an underlying pattern and a bias in the data. Voilà. We zijn dus stilaan het tijdperk binnengestapt van de HR analytics. En dat hoeft vanuit het perspectief van de HR manager natuurlijk niet noodzakelijkerwijs iets slechts te zijn. Want wat is HR analytics? Dat is eigenlijk zeer simpel samengevat een algoritmische analyse van data om daarmee dus gevallend vaststellingen te doen of zelfs voorspellingen te doen. En voor in directiecomité's zat de CFO daar met harde data, zat de marketingmanager daar met harde data, waaruit zij beide conclusies konden trekken. En de HR manager zat daar heel vaak met gewoon een buikgevoel, badineer een beetje, maar daar kwam het soms op neer. En dat is natuurlijk radicaal veranderd. Er zijn tegenwoordig systemen, AI, die ook aan de HR-manager toelaten om met harde data aan de tafel te komen zitten en deel te nemen aan de discussie. Dat stelt natuurlijk een aantal problemen. Eén, kunnen die harde data inderdaad zomaar worden verzameld? Daar heeft Louis het al kort over gehad, en dat gaat ook veel breder, naar de GDPR, de privacy van werknemers op de werkplaats. Maar er is ook een ander probleem, en dat is het probleem van de discriminatie. Nu, als we het over HR-analytics hebben, waarover gaat het? Inderdaad, algoritmische analyse van data.
hoe komt men tot die algoritmische analyse? Wel, men bouwt eerst een algoritme. Dat algoritme gaat gebouwd worden op basis van eigenschappen van bijvoorbeeld topperformers in het bedrijf. En dan gaat men op basis van die data kandidaten, ofwel werknemers als het gaat over het evalueren van werknemers, gaat men die eigenlijk analyseren via software, bijvoorbeeld via een camera, om dan eigenlijk na te gaan of dat die personen op dezelfde manier scoren of in de buurt komen van wat eigenlijk als de top performance score wordt beschouwd binnen het bedrijf. En de vraag is natuurlijk van waarom zouden we dit door machines laten doen en niet meer door mensen? Het antwoord is natuurlijk zeer simpel. Men heeft het idee alleszins dat een machine, een algoritme, artificiële intelligentie, dat niet alleen veel efficiënter zou doen, hè, cv's, duizenden cv's kunnen een fractie van een seconde gescreend worden, maar dat eigenlijk ook op een veel objectievere manier zou doen. De jobrecruiter of de evaluator, wanneer dat een mens van vlees en bloed is, zit daar natuurlijk met zijn eigen menselijke subjectiviteit, met zijn vooroordelen, zijn voorkeuren, zijn humeur van de dag, misschien heeft hij of zij een zware nacht gehad omdat de kinderen niet hebben geslapen, misschien heeft hij of zij problemen in het koppel, allemaal dingen die kunnen meespelen bij de beoordeling van iemand anders, dingen die niet zouden meespelen wanneer een machine, een algoritme, die taak op zich neemt. Maar er zijn echter grote maren. Het blijkt, meer en meer wetenschappelijke studie toont dat ook aan, dat ook machines, ook algoritmes, eigenlijk biased, wat we in het Engels woord het kunnen zeggen, elementen van discriminatie, vooroordelen met zich mee kunnen dragen, omdat dat in het systeem ingebouwd is geraakt, of omdat het systeem zichzelf dat heeft verder aangeleerd. En natuurlijk is de impact veel groter dan wanneer het over een simpele mens gaat. Hè. Een recruteerder met vooroordelen en een slechte dag gaat misschien 4 mensen onterecht afwijzen. Een machine die slecht functioneert, kan duizenden kandidaten op een fractie van een seconde onterecht afwijzen. Dus de impact kan natuurlijk wel veel groter zijn. Misschien dan een klein uitstapje naar discriminatie en de wet. Wat is discriminatie nu juist? We onderscheiden enerzijds directe discriminatie en anderzijds indirecte discriminatie. Directe discriminatie is ieder verschil in behandeling op basis van een beschermd criterium. En we gaan zo meteen zien dat er ongeveer 19 beschermde criteria zijn in het Belgisch arbeidsrecht. Dus iedere verschil in behandeling op basis van een beschermd criterium dat niet gerechtvaardigd kan worden door een legitiem doel. En wat is directe discriminatie? Dat is bijvoorbeeld het advocatenkantoor dat zegt van kijk, wij gaan geen vrouwelijke medewerkers aanwerven. En dat is pure directe discriminatie op basis van geslacht. Er is daarnaast indirecte discriminatie. Wat is indirecte discriminatie? Dat is eigenlijk een schijnbaar neutrale bepaling of handelswijze die een groep, die gekenmerkt wordt door een beschermd criterium, disproportioneel gaat raken. Een gekend voorbeeld is bijvoorbeeld het directiecomité, waar besloten wordt dat er iedere dag om 18:00 zal worden vergaderd. En wat blijkt dan? Omdat vrouwen luide studies toch nog altijd het grootste deel van de opvoeding voor hun rekening nemen, omdat 18:00 in veel gezinnen echt het moment is waarop van alles en nog wat moet gebeuren met de kinderen, blijkt dan dat eigenlijk minder vrouwen in de directie, in het directiecomité komen. En dan is het antwoord, ja, eigenlijk is er dan misschien wel sprake van een indirecte discriminatie door de vergadering van het directiecomité in dat bedrijf op 18:00 te zetten en niet op een ander tijdstip, dat het veel draaglijker zou maken voor, in mijn voorbeeld, vrouwen. In de virtuele wereld en in de wereld van artificiële intelligentie kunnen we het maken hebben met indirecte discriminatie wanneer men als recruitment tool een spel, een game gebruikt, zoals het filmpje dat we zo net hebben laten tonen. Daar heeft wetenschappelijke studie intussen aangetoond dat wanneer een game als recruteringstool wordt gebruikt, dat dan eigenlijk jongeren en menig jongere mannen veel meer kans maken om gerecruiteerd te worden dan vrouwen of oudere mannen. Ik ga daar zo meteen even op terugkomen. En ik zei dus dat er 19 criteria waren. Men onderscheidt algemene criteria en op basis van die algemene criteria kan men discrimineren, voor zover dat men een legitiem doel heeft en een en ander natuurlijk ook proportioneel is. Dat er geen andere middelen zijn die passender waren om dat legitiem doel te bereiken. Klassiek voorbeeld, pak bijvoorbeeld de discriminatie op basis van taal. Wanneer je iemand zoekt die Chinese klanten moet benaderen, kan men eisen dat die persoon vloeiend Chinees spreekt, Mandarijns.
Wanneer je dan een kandidaat aanbiedt die je woord Mandarijn kan, maar vloeiend Russisch is, zou je kunnen zeggen, kijk, ik discrimineer je, ik neem je niet aan, want de taal die u spreekt, die moedertaal is, is niet de moedertaal die ik wens voor het profiel dat ik wens aan te werven. Naast die algemene criteria kennen we ook gevoelige criteria, die staan opgelijst op de slide. Daar is een en ander veel strenger. Daar kan men enkel discrimineren voor zover er sprake is van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste. Het klassieke voorbeeld daar is dat van het productiehuis dat een film wil maken over Nelson Mandela en een acteur zoekt en in de job description van die acteur zit van kijk, het moet gaan om een oudere zwarte man. Als je dan een jonge blanke actrice aandient, kan het productiehuis zeggen van kijk, ik neem u niet aan. Dat zou discriminatie kunnen zijn op basis van ras, dat zou discriminatie kunnen zijn op basis van huidskleur, maar zal het niet zijn, want ouder en zwart zijn is hier een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste voor die job, namelijk het spelen van Nelson Mandela in de film. Handicap is ook een gevoelig criterium, maar staat nog een beetje apart. Waarom? In geval van handicap moet er ook nog eens een bijkomend bewijs worden geleverd dat er geen redelijke aanpassingen mogelijk waren. Het klassieke voorbeeld daar is dat van de firma die zich in een historisch pand bevindt zonder lift op de 10e verdieping, waar iemand komt solliciteren die in een rolstoel zit en waar het bedrijf zegt van kijk, ik kan u niet aanwerven want u zit in een rolstoel. Dat lijkt a priori een directe discriminatie op basis van handicap, maar je zou daar kunnen zeggen van kijk, u moet dan redelijke aanpassingen doorvoeren, beste werkgever, om die persoon toch een kans te geven. De werkgever zou daar kunnen zeggen van kijk, sorry, dat zou niet redelijk zijn, want dit is een historisch geclasseerd pand. Ik kan hier geen lift installeren. En zelfs als ik een lift zou installeren, zou dat zo duur zijn dat het eigenlijk niet te verantwoord is. Het tegenvoorbeeld is diezelfde firma die iemand zou aanwerven die slechtziend is en zegt, sorry, ik kan je niet aanwerven, want wij werken allemaal met 15-inch schermen. Het kost een firma heel weinig om naar een 21-inch scherm te gaan voor die persoon. Dat is misschien een paar honderd euro's meer om een klassiek scherm. En dat is zeker een redelijke aanpassing die men van een werkgever kan verwachten. En dus even kort schetsen wat het regelgevend kader is, om dan te komen tot wat zijn nu eigenlijk de oorzaken van discriminatie door artificiële intelligentiesystemen. Nu, zoals u weet, zijn die systemen opgebouwd uit twee grote blokken meestal. Het eerste blok, dat zijn de data. En het tweede blok is de definitie van succes. En in beide kan er eigenlijk iets verkeerd gaan. Er kan iets grondigs verkeerd gaan met de data die men gebruikt om de analyse, de algoritmische analyse, door te voeren. Het zou kunnen dat de data niet representatief zijn. Dat is bijvoorbeeld het grote probleem met gezichtsherkenning, waar men de systemen vooral zitten trainen met het gezicht van witte mensen, van blanke mensen, minder van zwarte mensen of van Aziaten, waardoor de systemen totaal niet performant blijken wanneer het gaat om het herkennen van de gezichten van zwarte mensen of Aziatische mensen. Het kan ook zijn dat er een probleem is met de data, omdat men historische data heeft genomen die eigenlijk een discriminatie uit het verleden met zich meedragen. Dat is een probleem dat Amazon heeft gehad een paar jaar geleden, toen ze ook een systeem hadden gebouwd, een recruitment systeem, waarbij ze waren gaan kijken naar wie waren nu onze beste technische profielen van de laatste jaren. En op basis van die kenmerken selecteerde het systeem dan nieuwe profielen. En wat bleek eigenlijk, men had, bij zo'n spreken, wat die data betrof, een foto genomen van een periode waar eigenlijk voornamelijk mannen werden gerekruteerd en heel weinig vrouwen. En dus het systeem werd gevoed met het idee van mannen zijn beter voor deze job, vrouwen zijn ongeschikt voor deze job. En na een tijd had het systeem zich dat helemaal zelf aangeleerd en werden totaal geen vrouwen meer geselecteerd. En het derde punt waar het met data kan verkeerd gaan is natuurlijk van hoe en door wie wordt dat algoritme opgesteld. En dan ga ik terug naar het filmpje over de game, de recruitment game die werd gespeeld. Wat heeft men vastgesteld, ook opnieuw op basis van Amerikaanse wetenschappelijke studies, is dat Silicon Valley toch nog altijd redelijk blank is. Wit, blank, jong. En dus dat die systemen heel vaak worden gemaakt door jonge blanke mannen voor jonge blanke mannen. En bijvoorbeeld is een recruitment game, wat a priori iets neutraals lijkt te zijn, blijkt uit studies dat 1. Vrouwen veel minder gamen dan mannen en dat jonge mannen veel meer gamen dan oudere mannen. En dus wanneer een jonge man aan zo'n game deelneemt, komt hij terecht in een omgeving die al heel goed kent vanuit het gamen en zal hij daar veel sneller zijn weg in vinden dan een vrouw of dan een oudere man. En op die manier kan er een discriminatie plaatsvinden. Een ander risico van discriminatie bij de definitie van succes, en dat gaat ook terug op een wetenschappelijke studie, dat is dat men aan de succesvolle kandidaten, de succesvolle parameters op basis waarvan iemand wordt geëvalueerd, dat men daar eigenlijk
ongewild indirect gaat discrimineren. En een klassiek voorbeeld is daar het succescriterium van een goede werknemer is een werknemer die op tijd op het werk komt. En wat heeft men daar vastgesteld? Dat is dat het systeem inderdaad dat soort werknemers begint te selecteren of bij de evaluatie bonussen begint toe te kennen. Maar dat men eigenlijk indirect armen aan het discrimineren was. Waarom? Oké, het is een Amerikaanse studie natuurlijk. Het bleek dat die arme mensen vaker buiten de stad wonen, dus op grotere afstand van de werkplaats, en veel meer afhankelijk waren van het openbaar vervoer. En die criteria maakten dat het voor hen als populatie moeilijker was om steeds op tijd op het werk te komen. En dat de andere populatie die in de stad wonen en met eigen middelen naar het werk kon komen, daar veel beter op scoren. En dus gewoon een illustratie van hoe dat discriminatie direct of indirect in het systeem ingebakken kan geraken en het systeem zichzelf ook die discriminatie verder kan aanleren. Wat zijn nu de oplossingen? Ja, cruciaal is natuurlijk dat men de kwaliteit van de data enorm bewaakt en dat men goede data, niet verouderd, correct representatieve data werkt. En dat gaat ook terug naar een verplichting onder de GDPR. Heel belangrijk is ook dat ja, de idee van gelijkheid en die idee van de antidiscriminatiewetgeving, dat dat bij het ontwikkelen van het systeem en bij het systeem zichzelf verder laten dingen aanleren, dat dat er echt ingebakken zit. En hetzelfde geldt ook voor de transparantie van eigenlijk de data. Het moet ten alle tijde duidelijk worden van ja, welke data worden juist verzameld, hoe worden die eigenlijk geanalyseerd en hoe worden die eigenlijk gebruikt. En die twee elementen, antidiscriminatiewetgeving, principe van gelijkheid, transparantie, dat gaat eigenlijk terug op ethische principes, waar ik straks nog even over ga hebben. En eigenlijk die hele idee dat artificiële intelligentie ethical by design zou moeten zijn. Natuurlijk is het ook belangrijk om constant te evalueren en constant te auditeren. En ja, laatst met het liefst, maar misschien ook het moeilijkste om te bereiken, is dat diegenen die de algoritmes gaan bouwen, diegenen die met andere woorden de bouwstenen aanleveren voor de machine die zichzelf daarna zelflerend gaan opvoeden, dat dat multiculturele teams zouden zijn die eigenlijk verschillende culturele invalshoeken het algoritme kunnen bouwen. Misschien een laatste punt nog, en dat is een zeer juridisch punt, specifiek voor België. In België zitten we met een groot probleem in onze antidiscriminatiewetgeving, omdat die enkel sanctioneert de persoon die heeft gediscrimineerd, dus de werknemer, de aangestelde, de lasthebber van de werkgever die heeft gediscrimineerd, is persoonlijk aansprakelijk voor de discriminatie, of de werkgever, indien duidelijk is dat hij zijn aangestelde, lasthebber, werknemer aangezet heeft, bevel heeft gegeven tot discriminatie. Natuurlijk, als het een machine is, een algoritme die discrimineert, op basis van onze huidige wetgeving, kan die machine niet aansprakelijk worden gesteld. En zeer cynisch gesteld zou een onderneming vandaag perfect keihard kunnen discrimineren door zich te verbergen achter de machine en om het te zeggen met de woorden van Little Britain, als u die serie kent, computer says no. Werkgever zou kunnen zeggen, ik heb niet gediscrimineerd, it's the computer who says no. Dank u wel, Philippe. En dat brengt ons bij het volgende hoofdstukje, informatie en consultatie van de overlegorganen. En laat ik ook beginnen met een filmpje dat nog een ander aspect belicht van wat allemaal mogelijk is met artificiële intelligentie binnen HR, namelijk de Wade & Wendy chatbot. Recruiting is all about conversations. From defining the role internally, to sourcing, screening, and interviewing applicants. The Wade & Wendy Recruitment Conversation Platform uses AI to automate recruitment conversations at scale. The first conversation Wendy is tackling is the qualifying screening. Wendy, our AI recruiting chatbot, chats with applicants, learning more about their goals, skills, and experiences. Wendy is available 24/7 and can chat through Facebook, SMS, or our web app, so applicants are able to share their story anytime, anywhere. Hiring teams can review the Wendy chats in their ATS or in our app. Here they can easily see where candidates are in the chat process, review transcripts, and execute next steps. Teams also receive a daily digest showing all the work Wendy's done for the day. Imagine starting every morning with a screened list of applicants ready for your review. Add Wendy, our AI chatbot, to your team and transform your recruiting workflow today.
Ja, wanneer een werkgever zo een dergelijke chatbot in de onderneming wil invoeren of andere artificiële intelligentiesoftware, ja, dan zal hij hierover overleg moeten plegen met de overlegorganen in de onderneming, zijnde de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en de syndicale delegatie, elk voor wat betreft hun respectievelijke bevoegdheden. Zo is de ondernemingsraad traditioneel bevoegd voor alle informatie die de economische en financiële aspecten van de onderneming aangaat, maar ook voor een aantal arbeidsorganisatorische aspecten. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden of het personeelsbeleid, dan zal de ondernemingsraad hierover moeten geïnformeerd en geconsulteerd worden. Zo bijvoorbeeld voor de introductie van een chatbot, wat duidelijk een impact heeft op het personeelsbeleid, dus een verplichting om daar de ondernemingsraad in te betrekken. Ook de syndicale delegatie moet informatie krijgen, met name wanneer er zich wijzigingen voordoen in de arbeids- en beloningsvoorwaarden. Opnieuw check voor de Wait & Wendy chatbot, waar er duidelijk ook een aanpassing is van de arbeidsvoorwaarden. En dus ook die syndicale delegatie zal moeten geïnformeerd worden. En alles wat veiligheid en gezondheid aanbelangt, ja, dat is het domein van het CPBW, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Daar zal ook een informatie- en een consultatieplicht zijn. En dat zal natuurlijk vooral van belang zijn als er machines of robots worden geïntroduceerd in een onderneming waar een heel aantal veiligheidsaspecten ook aan verbonden zijn. Wel, dan zal ook het comité moeten betrokken worden en daarover geïnformeerd en geconsulteerd worden. Nu, niet alleen de implementatie van zo'n screeningbeleid, maar ook bijvoorbeeld op het domein van GDPR, waar Louis het al over had, zullen de overlegorganen vaak moeten betrokken worden. En ik denk met name aan die fameuze DPIA of gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Ik ben altijd blij als ik het woord volledig gezegd krijg. Mag van mij meedingen naar de competitie van langste Nederlandstalige woord. Maar die gegevenseffectbeschermingsbeoordeling, ja, daar gaat ook een overleg moeten plaatsvinden als men daarbij gegevens van werknemers verwerkt binnen de overlegorganen. Maar waar ik het met name en meer specifiek over wil hebben, is het laatste bulletje on the slide, namelijk de fameuze CAO nummer 39 met betrekking tot de invoering van een nieuwe technologie. Waarom? Omdat dat bijzonder relevant is voor artificiële intelligentie. Wat zegt die CAO nummer 39? Wel, die voert een informatie- en consultatieverplichting in wanneer een onderneming een investering doet in een nieuwe technologie. En het is vrij evident, een machine of een robot is duidelijk een nieuwe technologie die geïntroduceerd wordt. Nu, wanneer het gaat om een onderneming die gewoonlijk en gemiddeld meer dan 50 werknemers te werk stelt, zal zij bij zo'n investering in een nieuwe technologie met betrekking tot artificiële intelligentie, zal zij moeten informeren en consulteren. Nog wel een voorwaarde aan verbonden, die technologie moet een belangrijke collectieve impact hebben. Met andere woorden, als het gaat om een bepaalde app waar maar één werknemer gaat aan werken, ja, dan zal daar geen informatieplicht aan verbonden zijn. Is dat een app die door 50% of tenminste 10 werknemers van een bepaalde beroepscategorie gebruikt zal worden, ja, dan gaat daar wel die informatie- en consultatieverplichting aan vasthangen. Wat is die informatieverplichting en wanneer moet die gebeuren? Die moet gebeuren uiterlijk 3 maanden voor de implementering van het nieuwe systeem. En dat moet gebeuren door middel van een geschreven informatienota. Die moet verstrekt worden aan de ondernemingsraad. En als er geen ondernemingsraad is, aan de syndicale delegatie. Wat moet daarin staan? Daar moet de aard uiteraard van de nieuwe technologie in staan, de factoren die de invoering rechtvaardigen, de sociale gevolgen en ook de termijn waarbinnen nieuwe technologie gaat in werking gesteld worden. Dus informeren aan de ondernemingsraad. Daarna moet er ook een consultatie plaatsvinden en die vindt plaats in de 3 organen, ook weer elk naar gelang hun bevoegdheden. Consultatie met betrekking tot de vooruitzichten voor de werkgelegenheid, werkorganisatie en arbeidsvoorwaarden, ook maatregelen die eventueel zullen genomen worden voor opleiding en omscholing van werknemers met betrekking tot die nieuwe artificiële intelligentie technologie.
Waarom heb ik het daar eigenlijk allemaal over? Wel, omdat die CAO toch wel zeer van belang is. In die zin dat als de werkgever nalaat om correct te informeren en te consulteren, dat daar dan een ontslagbescherming aan gaat vasthangen voor de werknemers. Een ontslagbescherming die inhoudt dat de werkgever niet zal mogen ontslaan, behalve om redenen die vreemd zijn aan de invoering van die nieuwe technologie. Dus met andere woorden, als een werkgever nog zou willen ontslaan omdat de werknemer zijn gedrag te wensen overlaat, hij heeft zijn collega's of nog erger zijn overste de huid volgescholden, wel in zo'n geval zal er nog altijd kunnen een ontslag plaatsvinden. Wil men die werknemer ontslaan omdat hij niet vertrouwd is met die nieuwe technologie en moeilijkheden ondervindt om zich die technologie eigen te maken? Ja, als men daar dan tot een ontslag gaat overgaan, dan bevindt men zich in de gevarenzone. En dan zal dat vermoedelijk verband houden met de invoering van die nieuwe technologie. En zal de werkgever bij ontslag dat ontslagverbod schenden als hij niet correct geïnformeerd en geconsulteerd heeft? En zal daar een prijskaartje aan vasthangen van 3 maanden extra loon bovenop de opzegging? Vergoeding. Dus toch wel belangrijk om daarmee rekening te houden. Dat brengt ons bij het volgende hoofdstukje en dat is aansprakelijkheid. Dat is een iets meer technische materie, een materie ook waar nog zeer veel openstaande vragen zijn. Want als één ding duidelijk is, dan is het toch wel dat het wettelijk kader in zaken aansprakelijkheid niet of niet voldoende is aangepast aan de nieuwe technologie die artificiële intelligentie is. En dat er nood is aan een nieuw of aangepast regelgevend kader, aangestuurd door Europa. Waarom? Omdat je dan natuurlijk uniformiteit krijgt in de verschillende landen van de Europese Unie. En dat de mensen, de bedrijven die met artificiële intelligentie bezig zijn, denk maar aan designers, ontwikkelaars, producenten, dat men die zo ook in een eerlijke concurrentiële positie ten aanzien van elkaar plaatst. En Europa is daar ook effectief mee bezig, want de Europese Commissie heeft een high-level expert group aangesteld al enkele jaren geleden, die hele studies hebben gemaakt met betrekking tot een heel aantal facetten van artificiële intelligentie en die ook een aantal aanbevelingen in dat verband hebben gedaan die momenteel al zijn gebundeld in een witboek. En aansprakelijkheid is daar een van de topics die bovenaan het lijstje staat. Dus er staat wel iets te gebeuren. To be continued, zou ik zeggen, wat die materie betreft. Wat ik dan nu met jullie ga bespreken is de aansprakelijkheidsregels, de Belgische aansprakelijkheidsregels, zoals ze momenteel van toepassing zijn, toegepast op artificiële intelligentie, waar de gebreken van die regels liggen en wat de eventuele oplossingen zijn die op tafel liggen. Want stel, er gebeurt een ongeval met betrekking tot een machine of een robot in de onderneming en er is schade. Tot wie kan dat slachtoffer van die schade zich richten? Kan het zich richten tot de robot? Daarop is het antwoord voorlopig althans nee. Waarom niet? Omdat een robot geen rechtspersoonlijkheid heeft. En enkel mensen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid kunnen optreden in het rechtsverkeer en kunnen dus ook aansprakelijk gesteld worden. Een robot heeft dat vooralsnog niet. Natuurlijk, met artificiële intelligentie, hoe meer robots zich gaan ontwikkelen en hoe meer zij autonoom beslissingen gaan kunnen nemen, hoe meer de vraag natuurlijk ook gaat rijzen van moeten we die robots eigenlijk geen rechtspersoonlijkheid geven, zodanig dat zij ook aansprakelijk kunnen gesteld worden. Ik ga daar straks nog meer in detail op terugkomen. Het is een moeilijk issue, een ethische issue ook. Maar voorlopig, robots geen rechtspersoonlijkheid, dus zij kunnen niet aangesproken worden. U ziet op de slide nog een aantal andere actoren waar mogelijk aansprakelijkheid bij zou kunnen liggen. Laat ik beginnen met de producent van de artificiële intelligentie. Kan die aangesproken worden in geval van een schadegeval? Mogelijk wel. Op basis van de wet productaansprakelijkheid, een Belgische wet die ook terug te brengen valt tot een Europese richtlijn. Wat zegt die wet productaansprakelijkheid? Die zegt dat de producent objectief aansprakelijk is voor de schade door een gebrekkig product. Ik zeg objectieve aansprakelijkheid, wat is dat? Wel, dat is een foutloze aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat de producent ook aansprakelijk zal zijn, zelfs als hij geen enkele fout heeft gemaakt die hem kan verweten worden.
Maar hij zal enkel aansprakelijk zijn voor schade die voortkomt uit een gebrekkig product. En daar ligt vaak bij artificiële intelligentie het probleem, want het zal zeer moeilijk zijn om dat gebrek aan te tonen. Waarom? Omdat dat gebrek reeds aanwezig moet zijn van bij het in het verkeer brengen van het product. En bij artificiële intelligentie kan je je voorstellen, ja, dat is niet volledig voorgeprogrammeerd. Het kenmerk van artificiële intelligentie is net dat de machine self-learning is. Dus de machine gaat ook gaandeweg zichzelf dingen aanleren en gaandeweg gaan er ook gebreken kunnen optreden in die machine of in die robot die er bij het in verkeer brengen nog niet in zaten. Of men gaat bepaalde software upgrades doen of software verduidelijkingen aanbrengen, waardoor het gebrek zich eigenlijk pas later manifesteert en waardoor eigenlijk die producent aan aansprakelijkheid gaat kunnen ontsnappen. Een tweede exoneratiegrond, met een mooi woord, dus een ontsnappingsmogelijkheid voor die producent, is het zogenaamde ontwikkelingsrisico verweer. En dat ligt eigenlijk een beetje in dezelfde lijn van hetgeen ik al zei. Dat is namelijk het feit dat de wetenschap nog niet zo ver was. Dat de producent gaat kunnen voorhouden dat op grond van de stand van de wetenschap en de techniek op het ogenblik van dat in verkeer brengen van het product, dat het voor hem toen nog onmogelijk was om het bestaan van het gebrek te kennen. Dus die timing van dat op het ogenblik van het in het verkeer brengen is een beetje problematisch met betrekking tot aansprakelijkheid. Vandaar dat die high-level expert group, waar ik daarnet over sprak, in haar aanbevelingen ook heeft aanbevolen om daar een beetje van af te stappen en ook aansprakelijkheid in latere stadia in de cyclus mogelijk te maken en niet alleen op het ogenblik van dat in verkeer brengen. Momenteel is enkel de producent aansprakelijkheid, maar die high-level group wil ook gaan naar andere actoren, zoals bijvoorbeeld de designer of de softwareontwikkelaar, om ook die mee in die aansprakelijkheidschain te betrekken. Laten we dan eens kijken naar de werkgever. Zou die aansprakelijk kunnen gesteld worden bij een schadegeval? Opnieuw, mogelijk wel, en op basis van drie gronden eigenlijk. Dat zou kunnen op basis van een gebrek in de artificiële intelligentie. En voor de juristen onder ons, dit gaat een belletje doen rinkelen in ons collectief geheugen. Je hebt in het Belgisch burgerlijk recht een fameus artikel 1384 lid 1 burgerlijk wetboek. Dat stelt dat de houder van de zaak, dus in dit geval de werkgever, aansprakelijk is voor schade door een gebrekkige zaak. Dus door een gebrekkige robot of machine die hij onder zich heeft. Het gaat hier ook om een objectieve aansprakelijkheid, dus er gaat geen fout van de werkgever moeten bewezen worden in dit geval. Maar we zitten een beetje met hetzelfde probleem als bij de productaansprakelijkheid. Het slachtoffer zal een gebrek moeten aantonen. En daar, zoals ik zei, knelt vaak het schoentje. Dat zal niet zo evident zijn. Als het slachtoffer wel lukt om de aansprakelijkheid wegens een gebrek in de zaak aan te tonen en de werkgever moet een schadevergoeding betalen, zal in vele gevallen de werkgever zich wel kunnen keren tegen de producent in het kader van een zogenaamde regresvordering, waarbij hij dan de schade gaat verhalen op de producent. Dus een gebrek in de zaak, foutloze aansprakelijkheid, mogelijk één optie. Maar de werkgever zou ook aansprakelijk kunnen gesteld worden op basis van een fout. Een fout in zijn eigen gedrag, hè? Of een fout in hoofden van de werknemer die zijn aangestelde is en voor wie hij verantwoordelijk is. Maar opnieuw, wat is daar het probleem? Opnieuw een probleem. Men gaat enkel kunnen spreken van een fout of een onzorgvuldigheid wanneer de schade onvoorzienbaar is. Enkel wanneer de werkgever of de werknemer die schade kon voorzien, zal er ook in zijn hoofden een fout kunnen aanwezig zijn. Wanneer die schade onvoorzienbaar is, dan zal er geen sprake kunnen zijn van een fout. En opnieuw, het probleem met artificiële intelligentie, want het gedrag van zo'n machine of robot is vaak onvoorspelbaar, net door dat zelflerend vermogen. Dus hoe autonomer de artificiële intelligentie en hoe meer onvoorspelbaar het gedrag van de machine dus wordt, hoe moeilijker het zal liggen om die aansprakelijkheid van de werkgever te weerhouden.
En de robot zou de werkgever eventueel aansprakelijk kunnen zijn voor een fout van zijn robot. Dan moeten we eigenlijk eerst al kijken of die robot kan aanzien worden als een aangestelde van de werkgever. En het ligt niet makkelijk, want artikel 1384 bepaalt in haar inleidende zin dat het gaat om aansprakelijkheid van personen. Kunnen we dat dan naar analogie toepassen op een robot? Dat is nog braakliggend terrein. Nog geen antwoord over geformuleerd. Ligt dus al moeilijk. Maar zelfs al kunnen we die robot aanzien als een aangestelde van de werkgever, dan nog zal die werkgever enkel aansprakelijk zijn wanneer de robot een fout heeft gemaakt. En ook daar een probleem. Men gaat enkel een fout kunnen hebben wanneer er een gebrek is in het beoordelingsvermogen. De actor moet een bepaald beoordelingsvermogen hebben en moet schuldbekwaam zijn. Iets wat een robot tot nader order niet heeft. Dus dat zal een moeilijke piste zijn. En om de werkgever dus aansprakelijk te stellen, zal men eerder naar een gebrek in de zaak moeten gaan of een fout kunnen aantonen bij werkgever of werknemer. Laten we dan ook nog even kijken naar de werknemer. Nu, een slachtoffer zal zich in de meeste gevallen richten tot de werkgever en niet zozeer tot de werknemer. Maar wanneer het eigenlijk de werknemer is die een fout heeft gemaakt, zou de werkgever zich wel tegen die werknemer kunnen keren wanneer de werkgever de schade heeft moeten vergoeden. Kan de werkgever dat dan doen? Kan zij zich verhalen op die werknemer? Wel, dat zal enkel mogelijk zijn in de gevallen die geformuleerd worden door artikel 18 van de arbeidsovereenkomstenwet. En dat is met name bij bedrog, een zware fout of een gewoonlijk lichte fout. Bedrog, ja, dan ga je eigenlijk al een werknemer moeten hebben die een robot of een machine met opzet verkeerd heeft aangestuurd. Dat lijkt mij al vrij kras en niet de meest voor de hand liggende aansprakelijkheidsgrond. Een zware fout, ook daar hetzelfde principe van wat ik daarnet al zei. De werknemer moet zich ervan bewust zijn of behoren te zijn dat zijn fout schade zal veroorzaken. En die schade moet voorspelbaar zijn, die moet voorzienbaar zijn. Dus ook hier een redelijk moeilijke materie. Wanneer kan de aansprakelijkheid van de werknemer dan mogelijk zowel weerhouden worden? Wel, als die werknemer echt wel een adequate opleiding heeft genoten en hij werkt al jaren met die machine en die machine is weinig of niet zelflerend, dus die werkgever kan echt wel voorspellen wat het gedrag van die machine gaat zijn. Wel, als hij in zo'n geval fouten blijft maken, ja, dan zal zijn aansprakelijkheid mogelijk wel in het gedrang komen, maar dat zal misschien in de minderheid van de gevallen zo zijn. Om de dingen een beetje samen te vatten, ja, de huidige aansprakelijkheidsregels, dat hebt u al gemerkt ondertussen, die zijn ontoereikend. Want gaan we naar een aansprakelijkheid op basis van fout? Ja, dat gaat moeilijk liggen wegens dat onvoorzienbaar karakter van de handelingen van de artificiële intelligentie. Gaat men naar een foutloze, objectieve aansprakelijkheid, ja, dan heeft men die moeilijkheid om dat gebrek aan te tonen. Dus conclusie, een nieuw regelgevend kader is nodig op het niveau van de Europese Unie. En wat zijn zo de mogelijke oplossingen die momenteel op de tafel liggen? Wel, daar heeft men eigenlijk twee visies, zeg maar. Een eerste visie is wat ik daarnet al even aanhaalde, dat men de robot rechtspersoonlijkheid zou geven. Dat is een materie die een beetje gevoelig ligt, in die zin ja, dat het ook wel een ethische lading heeft. En men de robot zo eigenlijk een beetje gaat vermenselijken. Ja, daar is de ethische discussie over aan de gang. Moeten we dat doen? Moeten we dat niet doen? Is dat verantwoord? Is dat niet verantwoord? Meer juridisch, wat hangt daaraan vast aan het geven van rechtspersoonlijkheid? Ja, een rechtspersoon, denk maar aan vennootschappen, die treden in het rechtsverkeer ook wel op via natuurlijke personen. Een vennootschap gaat ook via de natuurlijke persoon achter de vennootschap optreden in het rechtsverkeer. Dus ook bij artificiële intelligentie gaat daar dan nog altijd een mens moeten achter zitten. Plus, om rechtspersoonlijkheid te hebben, gaat men dan aan die robot
men gaat hierop moeten registreren en men gaat eraan een kapitaal moeten hechten om die rechtspersoonlijkheid te geven. Registratie lijkt mij nog niet zo'n probleem, dat is makkelijk op te lossen. Daar een kapitaal aan hechten, ja, dan gaat men al een beetje meer inventief moeten zijn om dat te bewerkstelligen. Maar het is een piste, zeker op lange termijn en zeker naarmate artificiële intelligentie meer autonoom en nog autonomer gaat worden, waaraan kan gedacht worden. Daartegenover staat wat momenteel in de Europese Unie gangbaar is, dat de aansprakelijkheid toch bij de mens moet blijven. En daar zoekt men naar mogelijkheden om het slachtoffer toch meer soelaas te bieden en om het slachtoffer mogelijkheden te geven om iemand, een mens, aan te spreken in geval van schadegevallen. We hebben de gebreken van de huidige aansprakelijkheidsregels in België daarnet even blootgelegd. Wat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn? Wel, voor dat gebrek in de zaak bijvoorbeeld, zou men kunnen afstappen van de noodzaak om een gebrek aan te tonen, maar zou men bijvoorbeeld kunnen gaan naar een daad van de zaak, waarbij als de zaak schade veroorzaakt, men al automatisch aansprakelijkheid gaat hebben. Ook met betrekking tot die productaansprakelijkheid is er al dat voorstel van de high-level group of experts om dat gebrek op het ogenblik van het in het verkeer brengen, om dat ook breder te maken en het te laten evolueren naar alle stadia van de chain. Een andere mogelijkheid is om bijvoorbeeld een aansprakelijkheid voor dieren in te voeren. Je hebt een artikel 1385 burgerlijk wetboek waarbij de werkgever aansprakelijk is voor onvoorzienbaar gedrag van het dier. Men zou voor robots iets dergelijks ook kunnen invoeren. Maar het is niet altijd billig om die verantwoordelijkheid en die aansprakelijkheid altijd bij de werkgever te leggen. Vandaar ook dat er bepaalde andere voorstellen zijn, bijvoorbeeld in Nederland, om de mate van aansprakelijkheid van de werkgever te laten afhangen van de mate van controle over de robot. Een andere piste die op tafel ligt. En wat het meest gangbaar is in Europa momenteel, wel, dat is om enerzijds de bewijslast voor het slachtoffer te gaan beperken. Want voor het slachtoffer is het zeer moeilijk om binnen te dringen in die black box. Omdat daar natuurlijk de enigen die daar zicht op hebben, zijn eigenlijk diegenen die aansprakelijk kunnen gesteld worden. Dus vandaar ook het voorstel om die bewijslast voor dat slachtoffer makkelijker te maken. En last but not least, men denkt ook zeer concreet aan het invoeren van een verplichte verzekering, hè, die afgesloten moet worden door de producent en die ook gefinancierd zou worden uit een fonds. Dat is het voorstel dat momenteel het meest soelaas biedt. Voilà, je pense qu'on déborde légèrement, donc je vais faire très très bref sur l'intelligence artificielle et l'éthique, et en fait tous ces principes éthiques étaient déjà en filigrane dans les exposés que vous avez entendus durant l'heure écoulée. Sachez tout juste, et vous lirez les slides qu'on vous enverra par après, que pour l'instant il y a trois grands blocs qui se mettent dans la bataille de l'intelligence artificielle et donc du développement, du déploiement, de l'utilisation de ces systèmes. Ce sont d'abord la Chine et les États-Unis, et loin derrière l'Union européenne, malheureusement. Et comment est-ce que l'Union européenne essaye de pallier au retard pris? Elle essaye de revenir dans le match avec un concept qui est le concept, on a déjà parlé, de l'intelligence artificielle digne de confiance, trustworthy artificial intelligence, et donc quelque part le concept de ethical by design, et donc de faire en sorte que lorsqu'on va développer, déployer, utiliser des systèmes d'intelligence artificielle, en fait ces systèmes répondent aux droits fondamentaux européens et à toute une série de principes éthiques et de lignes directrices en matière d'éthique à respecter. Et je vous montre juste le rapport qui vaut vraiment de la peine d'être lu par ce High Level Expert Group, hein, donc ce groupe d'experts de haut niveau par rapport aux lignes et aux principes éthiques à respecter. Et en très très bref, on parle des quatre principes. Ce sont le principe de l'autonomie humaine, donc l'être humain reste toujours en contrôle, ne sera jamais l'esclave d'un robot. C'est le principe de la prévention de tout dommage, donc les systèmes doivent être construits d'une manière à ne pas causer
de dommages. Hein. On n'aime pas utiliser une machine à café qui pourrait exploser la figure. De la même manière, on n'aimerait pas utiliser un système d'intelligence artificielle qui pourrait causer un grand dommage. Et puis, bien sûr, le principe d'équité, non seulement au niveau de la société, bénéfices et coûts à partager de manière équitable, mais surtout des systèmes qui sont équitables en ce sens qu'ils respectent la diversité, ne soient pas discriminatoires, ne soient pas stigmatants. Et finalement, le principe de l'explicabilité qui est le principe de la transparence. On parle de black box, mais pas black box comme au début de l'exposé. Donc black box, on sait ce qu'on met dedans, on sait ce qui en sort, mais on ne sait pas ce qui se passe. Mais ici, plutôt black box dans le sens de la boîte noire d'un avion qui va enregistrer toutes les données. Et donc la black box qui justement permet de voir comment est-ce que le système a fait ses agencements pour arriver à son avis, à sa décision prise. Et donc ça, ce sont des principes que l'Union européenne souhaite introduire pour qu'ils deviennent la norme dans le cadre du développement et de l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. Et de cette manière, l'Union européenne espère reprendre dans l'industrie de l'intelligence artificielle la main. Voilà, je pense qu'on est arrivé au terme de cet exposé. Bon, une heure, c'est très peu, bien sûr, pour couvrir tous les aspects. On voulait juste vous donner déjà un petit aperçu de ce qui existe déjà et ce qui est déjà utilisé sur le marché et les problèmes juridiques, les écueils possibles, mais également les avantages. J'ai vu qu'il y a quelques questions qui ont été posées. Je pense qu'il a été répondu à ces questions pendant l'exposé, mais essayez moi-même, restons encore à votre disposition pendant 5-6 minutes si d'autres questions venaient. Et je me permets donc de vous remercier pour votre attention. Bedankt voor uw aandacht. En om deze sessie af te sluiten, maar natuurlijk wil ik u nog heel graag bedanken voor uw aandacht en heel graag uitnodigen voor de volgende sessie. Die zal plaatsvinden op 13 december en die als thema, op 3 december, sorry, 3 december, met als thema Everything About FinTech. Voilà, hartelijk dank voor de aandacht en tot de volgende keer. Merci pour votre attention et une prochaine fois. Au revoir.